Ja, beste kijkers, we zijn er weer. Amsterdam, Boelelaan, Vrije Universiteit Amsterdam. Schijnt een file te zijn, dus de hoofdpersoon vandaag is nog onderweg. We nemen onze spot in, Wappie Nation. Iedereen kijkt naar ons, we hebben veel bekijks hier. Ik ga niet mensen filmen, Nederland in nood. We proberen dit ook even onder de aandacht te brengen. Never waste a moment. Dus als je hier toch staat te wachten, probeer even wat mensen te informeren. De politie kwam meteen al aangereden toen ik met de fiets aankwam. 6 agenten om me heen. Max, Robert Dijkgraaf komt vandaag, dus je hebt een contactverbod met de minister. Dus ga geen contact maken, want we hebben van hogere hand gehoord. Zodra je contact opneemt met Robert Dijkgraaf, word je meteen gearresteerd. 7 dagen cel. Ik heb het al meegemaakt. En het kan verhoogd worden zelfs, hè? Want dan doe je het voor de tweede keer. Dan kan je nog een hogere straf krijgen. Dus we zijn hier. We gaan even met de jongeren praten hier. Studenten, mensen die hier in en uit lopen. Ik ben niet alleen. Ik heb een kanjer bij me van het hoogste niveau. Gezellig samen strijden is het mooiste wat er is. Ik hoop dat iedereen die in de file staat snel kan komen. We zijn hier verderop. Zien we de Pride-vlaggen wapperen. Ook daarboven. Ik ga even inzoomen. Dan zie je dus wat een satanische bolwerk hier zijn. Hier heb ik mijn mooie pluutje ook bij me. Ik ga hem zo even uitklappen. Dus we zijn hier bij de zogenaamde wetenschappelijke instelling. Maar dit is geen wetenschap. Dit is manipulatie en propaganda. Dit is mensen indoctrineren en als onderdeel van het systeem laten functioneren in de maatschappij. In hoge functies, maar alles binnen de kaders van het systeem. Ik heb een student gekend. Ik weet niet meer wat hij studeerde. Geschiedenis volgens mij of filosofie. Volgens mij geschiedenis. En hij wou een bepaalde scriptie schrijven. En zijn docent zei, nee, hier mag je niet over onderzoek doen. Oh ja, is dat de Vrije Universiteit? Is dat de Universiteit van Amsterdam? Dat je dus mensen gaat blokkeren om een kritische onderzoek te doen over de geschiedenis? Dat is de moderne universiteit, mensen. Het is puur en alleen maar binnen hun eigen kaders van de elite die gevormd worden. En als je tegenin gaat, word je gecanceld, word je uitgekotst, word je gedemoniseerd. Universiteiten zijn gewoon indoctrinaties, systemen van jonge mensen die met goede intenties hier binnenlopen. Ze worden geleefd door de hoge kosten. Ze moeten werken, ze moeten studeren. Heel veel jongeren zijn al burn-out. En ik begrijp er alles van. Het is verschrikkelijk. Jongeren komen niet rond. Jongeren willen gelukkig zijn, dus ze gaan ook weer veel feesten en dan gaan ze weer nachten doorhalen, waardoor ze ook weer ongezond worden, want ze hebben geen discipline, ze zijn uitgeput. Werken, studeren, leven, het gaat allemaal samen. En dat met die studieschulden, mensen hebben meer dan 50.000 euro schulden bij de staat. Het geeft stress en het geeft ook heel veel problemen als ze afgestudeerd zijn. Dus al met al, ik kan hier nog wel even over doorpraten, maar ik vind het gewoon walgelijk. Ik ben blij dat ik nooit bij de hogeschool, universiteit ben geweest. Ik heb wel mijn opleiding willen zoeken, maar uiteindelijk heb ik theologie gestudeerd on the ground. Ik heb 4 à 5 boeken geschreven over de Bijbel, dat weet ook niet iedereen. En het is hoog beoordeeld ook door mijn vriendenkring en door mensen die ook de Bijbel goed kennen. Ik weet alles van het Oude en Nieuwe Testament af. Dus ik zie mezelf zeker als een theoloog. Maar ik hoef geen papiertje, ik hoef geen erkenning van de staat of van de universiteit of hogeschool of mbo. Ik doe mijn eigen ding, ik leef mijn eigen leven. En ik probeer vooral de woorden van God om te zetten in daden. We zijn er, Jezus leeft, born to be different, black sheep lives matter. Blauw, wit, rood mensen, ik schaam me niet voor mijn land, ik schaam me niet voor de strijd die we voeren. Gele hesjes sowieso. Respect voor iedereen. Liefde voor iedereen. Hulp voor iedereen. Alles komt naar boven, mensen. De wetenschap is al lang gekaapt. Alles wordt gekaapt. Dus we gaan hier even praten met deze studenten. Engels, Nederlands, Duits. We komen later bij jullie terug. Goeie reis voor iedereen die onderweg is. Straks ga ik naar Enschede. Geweldig. Ik heb er alweer zoveel zin in. Zo'n mooie gemeenschap daar, zulke mooie acties daar. Het regent hier, ik hoop dat het in Enschede wat beter weer is. Maar wij staan droog. Dus wij hebben geen problemen hier. Oké, tot later mensen, tot later. Maak die jongeren wakker, help die jongeren. Ze gaan kapot, depressie heerst bij de jongeren.
burn-out, financiële problemen. Studeren, het kan ook heel moeilijk zijn natuurlijk. Als je niet kan concentreren, als je geluidsoverlast hebt. Ze leven in kleine huizen, in haar kamertjes. Veel prikkels, veel afleiding. Ook die smartphone blijft maar de hele dag afgaan. Het is heel moeilijk. Heel veel mensen halen hun studie niet. Heel veel mensen lopen vast in hun studie. Ik wil alleen maar liefde en licht hier stralen naar de jongeren. Heel veel liefde en licht. En ook de waarheid over wat er gaande is. Mark van Ranzig komt hier straks. Robert Dijkgraaf. Ik weet niet precies wat ze binnen allemaal gaan doen. Maar in ieder geval, wij staan hier op de goede plek om onze waarheid en onze liefde en licht te sturen naar hun. We gaan door, mensen. En we staan hier volop in de picture. Ik hou ervan, je weet dat. Ik hou ervan. Bye bye. Dit is de journalist van de universiteit. Die dus, hier worden kaartjes uitgedeeld. Dit zijn twee mannen, zeer geïnteresseerd. Politie is rustig. Daar hebben we Willem Engel, de salsa-leraar. Ja, pluutjes. Iedereen heeft zijn taak, iedereen heeft zijn ding. Geweldig. Mooi om mee te maken, ja.